Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een goed nieuw video. Vandaag gaan we kijken wie de tegenstanders zijn. Voor mij, voor Online Ster bij de Zapp Award. En voor bankzitters bij Beste Nummer. Ik ga niet roast, ik ga alleen maar aardig zijn vandaag. Want iedereen die in de top 10 is, heeft het fucking goed gedaan. Dus gefeliciteerd. Nee, natuurlijk niet. Oké, laten we gaan. Wat is dit? Even kijken, welke zou ik hier willen dat wint? Nou, sowieso niet Vlogmania. Ik stem op Heel Holland Bak Kids. Hey, de favoriete online ster. Ja, daar zijn we aangekomen. Toevallig zie ik hier staan het mannetje. Ja. Staat hij lekker met zijn sleutels van zijn nieuwe huis. Is toch schitterend, joh. Stuk kennen we allemaal. Ja, die hebben al zo vaak dingen gewonnen. Lisanne Dijkstra, ik heb geen flauw idee. Laten we dat eens even opzoeken. On roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm wooden mittens, a brown paper package tied up with strings. These are the few of. Ik wil even trouwens zeggen, met stapelgek bij de top 2000 hadden echt dus veel mensen gestemd, maar daarvan was 95% of 92% was man. Vrouwen, hallo. Stem ook. Jullie zijn belangrijk. Vonneke Bonneke. Nou ja, die haalt 8k, 13k, 36k. Hier, dit mag toch ook absoluut geen probleem zijn. Ik en Davino beginnen OnlyFans. Ja, daar ben ik toch weer getriggerd om even te klikken. Nou jongens, even serieus. Dit is toch schandalig. Ik kan gewoon geen pannenkoek maken. Kijk dit. Sap. Dus ik kan geen pannenkoek maken. Oh, wat zie ik hier? Is dat lekker stroom? Ik denk niet dat dat mijn grootste competitor is. Nikki de Jager, Nikki Tutorials. Ja, dat is natuurlijk wel een probleem. Want die heeft volgens mij 1 miljard volgers of zo. Maar ik kan me niet voorstellen dat zij het echt gaat promoten. Want zowel ben ik de Sjaak. 13,9 miljoen. Oh, ze heeft de laatste video gemaakt. Which collab was more fun, Gaga or Adele? Dit is mijn final video of 2021. Ja, oh man. En ik trap er nog in ook. Het is te k*** voor woorden. De Bellinga's. Nou jongens, ik zie het en ik begin alweer rode vlekken te krijgen. Oh, kijk nou! Stem hier op onze Zapport nominatie online sterfavoriete track. Nee. Zelfs ze hebben al 2344 vlogs gemaakt van hun kinderen die geen idee hebben dat er zoveel geld over hun rug wordt verdiend. Hey, just stating the facts here, boys. Het grote Bellinga boek. Ja, het is toch te verschrikkelijk voor woorden, mensen. €20 voor het grote Bellinga boek. Holy fuck. Echt, ik eet nog liever die €20 op en ik poep het uit omdat ik het hier aan uitgeef. Ja, zij zijn ook wel een... ze hebben best wel wat views. Dus dat is wel een geduchte concurrent, moet ik zeggen. Stem op mij en als ik win op het podium vertel ik een mop. En echt een goeie. Ik heb een goede mop in mijn hoofd om niet te doen. Iedereen gaat lachen. Heel Nederland lachen. Het is ook live, hè. Dan hoor je live een mop van mij op de Zapp Award. Ik wil ook dat zien dat jullie aan het kijken zijn en juichen als ik win. Dat zou fijn zijn. Dan gaan we Jade. Ja, over Jade is alles al gezegd in bij die roast video. Dat, ik weet niet of dit mensen het weten, maar Milo had zeg maar gezegd dat zij bij Gio een klein pijperijtje had gedaan. Zou je net gedrukt hebben? Nou, misschien een klein pijperijtje alleen. Gewoon een klein pijperijtje uitgedeeld. En dat mag hoor. Vind ik dat een man? Toen was die moeder was daar niet blij mee, heb ik vernomen. Vanuit betrouwbare bronnen. Ik ga helemaal niks meer zeggen over minderjarigen. Toen kon dat allemaal nog. En nu, what the fuck. Je wilt toch niks meer minderjarigen doen? Gadverdamme. De familie Lacap. Nou, het is niet te geloven. De familie Lacap. Nou ja, ik ben inmiddels goed met hun. De Bellinga's aan tegen. Ja, ik weet niet. Die vertrouw ik niet. Geen mensen uitnodigen. Geen dames heb ik jullie laten komen. Maar ik vertrouw erop dat het verder goed gaat. Chaos gaat beginnen. Yes, het gaat niet goed met jullie vader. Ja. Kijk, weet je, jullie weten mijn mening over video's maken met je kinderen. Ja, ik kan het blijven herhalen. Ik kan het blijven herhalen, maar dat heeft geen zin. We hebben een keer al eens laten verliezen bij Viet. Laten we dat nog een keer doen. Maar. Nu bij de Zapp Awards. Let's go. Ja. Ik moet zeggen, het zijn wel geduchte tegenstanders. Dit wordt echt wel pittig karwei. Ik dacht van, ik heb wel kans om dit te winnen. Ik denk dat het wel moeilijk wordt. Ik denk oprecht dat het wel lastig wordt. Want eerst als je nu met bank zit, dan ben je wat groter en heb je wat meer kans. Nu ben ik natuurlijk meer eentje. Dat is natuurlijk wel... Maar goed, linkje in de beschrijving. Stem. En als laatste hebben we Enzo Knol. Nou, iedereen kent Enzo. Die gaat toch niet promoten. En die komt er toch niet. Dus ik denk niet dat dat het Enzo gaat winnen. Want die gaat helemaal niet zeggen van stem op mij. Dus zal hij nog wel fucking veel stemmen krijgen. Maar de kans dat hij komt is gewoon niet zo groot. Sowieso een dikke SO naar Enzo Knol. What a fucking legend. Holy shit. What the fuck? Zit hij te scrollen door de vlog van Enzo? What the fuck? De moeder van Enzo heeft geen broek aan. Ha! Omdat het camouflage is. Dat is de grap. We hebben een favoriete online serie. Nou, dat boeit me echt niet. Nou, in ieder geval niet schooltour. Let's of Gaming S6. Zit ik daarin? Of is dat S7 waar ik in zit? Ik ga natuurlijk 100% boos winnen. Echt 100%. Favoriete familieprogramma. Nou, in ieder geval niet dit. Holy shit. Zeker niet dit. Dit is de minst favoriete. Jeugdfilm. Luizenmoeders. Zilvers. Paarden. Ja. Favoriete track. Mensen. Hier moeten we echt gaan knallen. We hebben hyperventilatie van Anton. Laat ik eens even kijken hoeveel views het heeft op YouTube. 1,7 miljoen. Nou, valt best mee. Dit nummer is dus echt al heel oud. En de laatste ging het pas waar. Nou, niet laatst, maar is al een tijdje. Maar ja, goed nummer. Volgende. Dat heb jij gedaan. Van Mo. 2,7 miljoen in 4 maanden. Ook niet slecht. Hoe jij dat zo zag dan. Hoe jij... Ja, wel goed gezongen. Maar dit is wel echt muziek waar ik wel echt gewoon wel niet, niet echt naar luister. Wel een intens nummer. Fuck dat. Stapelgek van de bankzitters. Let's go. Dit is muziek, mensen. Woe! Ik zag je lopen. Wilde een toekomst plannen. Stapte uit.
achter me aan je aan te rennen. Ja, maar dit moet hem zijn. Ja, ik ga nog even doorkijken. Amsterdam van Fleming, ja. Het maakt je boos, maar het lijkt er niks te schelen. Leuk nummer, je kan er elke dag aan luisteren. Nou, persoonlijk, ik niet op zondag. Ja, 4,3 miljoen in een paar maanden is ook wel vrij ziek, hè. Ja, dit wordt misschien nog wel pittiger dan die online ster. Want dit is allemaal best wel gewoon echte muziek. En dan heb je stapelgek. Ja, en je hebt trouwens Kerstmis, als we samen zijn van de Bellinga's. En de Bellinga's, dat mag gewoon niet winnen. En Sepp gaat sowieso de Bellinga's niet laten winnen, want Sepp is natuurlijk ook tegen kinderarbeid. Vluchtstrook ook goed door. Shit, man. Dit live gedaan. Ben ik ook benieuwd naar. Ik wil dat je niet wegloopt. Dat klinkt echt als een live stem. 130 op de vluchtstrook. Super mooi optrad. Love naar jullie. Oh, dit wordt echt moeilijk. Mensen, we hebben jullie echt nodig, hoor. Blijven slapen van Snelle en Maan. Nou, dat is ook echt een heel oud nummer voor mijn gevoel, maar het zal ook wel niet dan. Het is zo uit februari of zo. Ja, het is februari. Nou, heel goed, Koen. Uitstekend gedaan. Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken. Dat is hoe het gaat. Hier ga ik echt niet van verliezen. Ik ga niet van blijven slapen verliezen. Sorry, hoor, maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Kerstmis als we samen zijn. Het is een beetje spannend. Voel de kriebels in mijn buik. Hoor je al de engelenzang? Ik kijk je elk jaar zo naar uit. Oh, man. Zingen samen jingle bells. Oh, ik hoop dat hij het ziet. Mijn set. Oh. Ik vind dit verschrikkelijk. Ik haat dit. Oh, wat is dit verschrikkelijk, zeg. Maar ik moet zeggen, de Bellinga move to 17 ben ik wel benieuwd naar. Oh, hier hadden ze pas 2 kinderen en nu 4. Dat gaat hard. Oh, dan zie ik straks weer naast ze als ze naar dat ding komen. Dat wordt dan ook weer zo ongemakkelijk. En ik heb daar nu al geen zin in. Dan moet ik zeggen, oh, wat leuk jullie ook zijn. En wat leuke video's maken jullie. En ook zo leuk jullie kinderen niet uitbuiten. Weet je, dat moet ik dan gaan zeggen en zo. Doe dit 5,5 uur. What the fuck, gast. Ze hebben gewoon alle vlogs aan elkaar geplakt. 5,5 uur, gast. Oh, die vlogs zijn wel 40 minuten. Dan nog. Hoeveel vlogs maken ze helemaal niet? Elke dag. Elke fucking dag. Favoriete ster jeugdprogramma. Jan Dino Aspraat. Leuke foto. Jip Anjar ken ik niet. Freek Vonk ken ik wel. Shout Freek Vonk. Marije ken ik natuurlijk. Demi van der Bos. Geen flauw idee. Boeibang niet. Buddy verder. Weet ik niet. Gio, ja. Parijs. Nou, best een leuke naam. Nieuwtje Blok, shout naar haar. Nick Doors en QC. Oeh, is een twijfeltje tussen Marije Zuurveld en QC. Dan ga ik voor Nieuwtje Blok. Ja, ja, ja. Hier zie ik mezelf staan, hier zie ik bankjes staan en 2 keer paarden. Dan weet ik dat het helemaal goed is. E-mailadres. Die mogen jullie niet zien, want dan gaat iedereen mijn e-mail sturen. Daar heb ik geen zin in. Je stem telt bijna mee. Oké, je moet dus wel je stem bevestigen, mensen. Even voor de duidelijkheid. Bedankt voor je stem. Zo. Bedankt voor mijn stem. 12 vet mensen is de live uitzending. Zet het in je agenda. Jullie moeten erbij zijn, want jullie moeten mij steunen. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Stem op mij. Stem op bankjes. Doe je het niet? Haat ik jullie. Nee, nee, natuurlijk niet. Bedankt voor het kijken. De groetjes. Doei. Kijk eens hoe ik draai, draai, draai. Mijn leven net een film. Leven net een film. Ik heb geen time, time, time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai, draai, draai. Mijn leven net een film. Mijn leven net een film. Ik heb geen time, time, time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen.